Hallo, creatieve familie. Het is weer tijd voor een nieuwe Onzin of Vandaag gaan we zelf krijt maken. Wil je nou kijken of dat lukt? Blijf dan kijken. Als allereerst heb ik op Pinterest deze pins allemaal tegengekomen hoe je zelf dus krijt kan maken. Je hebt hier dus gips voor nodig, wat kleurstof, verschillende dingen ga ik dus testen. En dat ziet er echt super leuk uit. Ik ga het met wc-rolletjes proberen. En drie soorten ingrediënten eigenlijk. Ik heb wat verf, brigaatverf, acrylverf en ik heb wat kleurstof. Nou, laten we gaan beginnen. Dus allereerst heb ik wc-rolletjes plakbanden geplakt. heb ik hier bakpapier opgerold. En dat ga ik zo in het wc-rolletje stoppen. Knip ik hier de onderkant in en dat ga ik zo meteen omplakken met plakband. Dit om ervoor te zorgen dat het, dat het uh, allemaal goed blijft plakken. En dan plak ik alles af met plakband. Zodat het naar beneden blijft. En let niet op mijn vingers, dat is van de kleurstof, van de zwarte kleurstof, dat kreeg ik niet meer eraf. Dan doe ik er dus een plakband overheen. En dan doe ik twee lagen zodat er geen vocht langs heen loopt. En dan heb ik hier gewoon acrylverf, plakkaatverf en ik heb het kleurstof. En dat ga ik mixen met water. En ik heb die heb ik gekocht bij de kawai. En dan ga ik gewoon lepels aan het water toevoegen. Je moet één op twee delen ongeveer doen. En dan mix het goed door. Ik maak dus drie kleuren. Ik maak dus grijs, geel. En ik maak het roze. En dat ga je dan zo bovenin in het bakpapier doen. En dat is een ongelooflijke rommel. Ik had echt alles helemaal onder zitten. Dus leg iets eronder. Zorg dat mijn hand ervoor zit. Maar de camera is ontverkeerd. Nou, je laat het gewoon zo erin lopen. En je maakt het echt zo vol als je wilt. En je kunt ook bijvoorbeeld twee kleuren maken. Nou, de roze die was het vervelendste eigenlijk om te doen. De acrylverf die zorgde dat de gips raar ging reageren. Dus de acrylverf dat was niet echt uh, het ideale. Na een paar uur waren ze uitgehard. En dan kun je ze loshalen. En dan moeten we ze natuurlijk zo meteen gaan testen. Ze dus zien er in ieder geval uit als krijt. Maar of ze ook werken, dat gaan we natuurlijk even aan een Jake vragen. Die mag het gaan testen of het gelukt is. Nou, dus zoals je ziet, de roze die is niet hard geworden. Die is uiteindelijk ook helemaal niet hard geworden. Die heb ik gewoon maar weggegooid. Dus acrylverf moet je er niet in doen. Maar degene met kleurstof en met plakkaatverf zijn wel goed gelukt. Zoals je ziet, het ziet er echt uit als dus dikke krijten. Nou, laten we ze gaan testen op de grond. Als je er goed mee erop duwt, kijk, dit is dus met zwarte kleurstof. Die deed heel erg goed. Dit was dus degene met de plakkaatverf, 2. twee. En ook degene, dus de twee met de kleurstof en de plakkaatverf zijn helemaal gelukt. Nou, geef ons ook natuurlijk een duimpje omhoog voor dit te testen. En het is een superleuke DIY om te doen. En Jake vond het ook heel erg leuk om met eigen gemaakt krijt natuurlijk te kleuren. Nou, we gaan natuurlijk ook andere kleurtjes proberen. Misschien ga ik wel een regenboogkrijt maken met allemaal verschillende lagen dat hoe langer je kleurt, je allemaal kleuren krijgt. Natuurlijk superleuk. En ook nog heel erg goedkoop om een pak gips kost echt bijna niks. Dankjewel weer voor het kijken naar deze ont- Ik weet dat vele van jullie het super leuk vinden om deze te kijken. Vergeet natuurlijk niet om even mijn andere video's hiernaast te kijken. Of natuurlijk een duimpje omhoog te geven. En laat me ook weten welke puntjes jullie nog meer getest willen zien. Ik wens jullie allemaal een super leuke dag. Onthoud, ben altijd uniek. En ik zie jullie nog in de volgende video. Doei!